Amir Absalem, het was vandaag niet de beste wedstrijd van Roda JC, maar wel een plichtmatige overwinning, mag ik dat zo noemen? Ja, nee, ben ik het zeker mee eens. Het spel is niet best, maar 3 punten zijn belangrijk, helemaal nu in deze periode. Dus al met al tevreden met het resultaat, het spel kon inderdaad beter. Was het toch het veld wat de Parten speelde? Deels, maar je mag dat niet als excuus gebruiken. We hadden ook last van het veld. Dus ik denk dat we het voornamelijk bij onszelf moesten zoeken. We waren heel slordig aan de bal. En, zo'n wedstrijd zit er ook tussen. Het liefst voetballen we. Iedereen heeft het kastje naar de muur, maar helaas zat er nu niet in. Was het veld glad dan? Of? Ja, het was voornamelijk het ijzer wat onder je schoenen bleef zitten en daardoor werd het heel glad. En soms stopte de bal ineens door de sneeuw, dus het was een beetje kijken hoe de bal ging en een beetje anticiperen op zulke momenten. Toch doe je wel goede zaken vandaag, met het oog op de play-offs en ook de vierde periode. Ja, toevallig kwam ik de kleedkamer in en toen zeiden ze het, dus dan is het helemaal fantastisch. Dan zijn die 3 punten helemaal mooi. Je stijgt weer een plaatsje op de ranglijst. Kijk, dat is helemaal mooi, daar doen we het voor. En dan kunnen we hopelijk omhoog kijken, maar we moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd zien. Maar toch zijn er grote verwachtingen. Ja, maar dat hoort ook bij de voetbal. En Roda JC is een grote club, dus dat mag je ook wel verwachten. Maar alleen zoals wij erin staan als ploeg, wij kijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En wij doen ons stinkende best om de 3 punten steeds mee te nemen.